Genk begint sterk aan de wedstrijd. Cornelis met de voorzet. Bosniak kopt achterwaarts in doel en 0-1 na 5 minuten voor de bezoekers. De derde seizoenstreffer voor Ivan Bosniak. Na 10 minuten krijgt KV Mechelen een vrije trap. Imschot legt breed klaar en Van Hoevelen haalt verwoestend uit. 1-1, nog eens de knal van Kenny Van Hoevelen die KV Mechelen verdient op gelijke hoogte brengt. Nog een vrije trap voor KV Mechelen met aan het kanon Björn Vlemings. De vingertoppen van Bolard brengen redding. 1-1 is ook de ruststand. De Genkse smaakmaker Bosniak wordt dan zwaar aangepakt door Geudes die hier zelfs geen kaart voor krijgt. De scheen van Bosniak blijft wonderwel oké. Maar ook bij Genk slaan de stoppen door bij Thiago, die rood krijgt voor deze aanslag op Van Hoevelen. Mechelen kan direct daarna profiteren van een man meer situatie. Nong kan in een boogje binnentrappen. 2-1 voor KV Mechelen. We zijn 25 minuten ver in de tweede helft. Mechelen moet ook met 10 man verder naar rood voor Mellemans. En nu komt Genk opzetten. Na een hoekschop aan de bal voor de voeten van Itzaki. En 2-2. Geweldige omhaal van Barak Itzaki. Na een fel duel delen Mechelen en Genk de punten.